De Dutch Tulip Awards 2017. We zijn 2 jaar geleden gestart met de nieuwe variant Butterfly. Wat uniek is en onderscheidend van de Ronhonkels. En de handel en de bloemisten die ermee werken, die zijn zeer positief erover. We zitten op 3 verschillende locaties in het Westland met een totaal areaal van 3 hectare. Hier is een voorbeeld. Dit is de genomineerde Ariadne. Nou, wat is er nou zo bijzonder aan de Ranonkel Butterfly? De traditionele Ranonkel kan iedereen wel, dat is de dubbelbloemige. Maar de Butterfly is een enkelbloemige. En elke steel van de Butterfly die heeft meerdere bloemen. Wel van 7 tot 12 bloemen. En het leuke daarvan is ook dat elke knop komt ook open in de vaas. En het vaasleven van de Butterfly is ook uitstekend. En het blad dat is ook speels en soort wilderig. Dat is ideaal voor in de veldboeket, zeg maar, wat tegenwoordig helemaal in is en populair. Nou, dit zijn de 4 hoofdsoorten van de Butterfly serie. Die hebben er de meeste aantallen van. En hier zijn we dan bij de kraamkamer van de Monarch Flowers. We proberen elk jaar soorten te testen. En als deze interessant genoeg zijn en bij de handel goed opgepakt wordt, dan proberen we het jaar erop daar weer meer aantallen van te draaien.